In een wel zeer heet stedelijk stadion ontving KFCI vandaag tweede klasser Bosseldoer in het kader van de vierde ronde van de Beker van België. De wedstrijden volgen elkaar snel op, waardoor De Vos enkele wijzigingen doorvoert in vergelijking met afgelopen woensdag. Van Dille, Olivier en De Tree komen in de ploeg ten koste van Scheldeman, Van Doorne en Mereer. Het eerste gevaar is voor Bosseldoer met een diepe bal en een trap over het doel. En opnieuw de bezoekers met een vrije trap. Het was wachten op Isehem na een kwartier spelen met een eerste hoekschop. Het waren echter de bezoekers die de lakens uitdeelden. Je kan hier echter doorgaan met een gelukje. Toch volgt de beste kans van de wedstrijd tot nu toe. Isehem speelde echter in een goede organisatie en liet weinig kansen toe. Hier een schot van op afstand. Naarmate de tijd verder ging, kreeg Isehem toch wat greep op de wedstrijd. En een eerste tegenprik kwam er via Kogge. Bosseldoer vond geen oplossing voor de stugge verdediging van Isehem en probeerde het op afstand. Even voor de rust nog eens Isehem. Sherlock komt aan de bal na een gelukje, maar trapt wat overhaast. De hoekschop die volgt, wordt afgeweerd. Isehem houdt de eerste helft goed stand, toch moet Verhoten net voor de rust de bal van onder de lat wegtikken. Het eerste gevaar van de tweede helft is voor Isehem. We zijn 5 minuten ver in de tweede helft. De 2 meter lange Nebombe komt binnen. Hevig protest bij Kogge voor een duwfout. De stand is achter 0-1. Isehem herstelt moeilijk van deze opdoffer en Verhoten moet uitpakken met een redding. We zijn nauwelijks 3 minuten na het openingsdoelpunt. Een koffiecommandobal omspeelt rustig Verhoten en trapt de 0-2 binnen. De wedstrijd lijkt dan gespeeld. Een tegenaanval van Bosseldoer over het doel. De net ingevallen Marier lanceert Vervaken, die de bal niet bij verzielen krijgt. Na een kwartier in de tweede helft krijgt Isehem de kans op de aansluitingstreffer. Kogge brengt voor, maar Vervaken kopt over. Nog eens de bezoekers met een zeer verre bal. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd is een hoog overgetrapte vrije trap van Marier. Isehem verliest met 0-2 en kan zich nu volledig richten op de competitie. Ja, 0-2 verlies tegen Bosseldoer. Het plan lijkt te kloppen in de eerste helft. Na de eerste helft een goede organisatie en af en toe tegenprikken. In het begin van de tweede helft de hoekschop strooi de route in het eten. Ja, inderdaad. Ik denk dat de organisatie wel zeer goed stond. Kwamen zeer moeilijk tot uit te spelen kansen zijn. Dat hopen wij ook niet. We hebben ons beperkt eigenlijk tot in organisatiespeel. De kansen die we kregen, die moeten er eigenlijk in. Dus we hebben eentje gekregen in de eerste helft en nog eentje in de tweede helft. Dus misschien kun je nog 2 goals maken. En die corner, ja, volgens mij dat een absolute duwfout op mij, want je duwt me met 2 handen gewoon weg. En dan staat hij heel alleen en kopt hij hem binnen. En dan is de match denk ik gedaan. Ja, het tweede doelpunt kwam ook veel te vroeg. Ja, ja, ja. Ik wist niet op welke manier dat ze anders zouden scoren dan op een stilstaande fase. Zo brengen ze die match open en dan is de match eigenlijk gedaan. He. Ja, zeer warm vandaag. Hoe zwaar was het om te spelen? Het was super lastig. Denk ik, de zwaarste match dat ik hier in Isehem al gespeeld heb. Het was ongelooflijk. Die warmte dat werkt echt op uw benen en op uw hoofd. En mentaal heel zwaar. Ja, vanaf nu kunnen we alles recht op de competitie. Ik had afgelopen woensdag tegen Racing Waren hetzelfde gevoel of 2 seizoenen geleden. De eerste wedstrijd op Geel. We waren zeker niet te minderen. En toch verliezen we net. Maar ik denk inderdaad dat we er zeker lessen moeten uittrekken. In die zin denk dat wij 4 of 5 kansen krijgen. En dat zij er 3 krijgen. Wij maken er 0. En zij maken er 2. Ze lagen niet boven in het spel. Wij lagen ook niet boven. Het was zo'n match dat je altijd kunt winnen. Maar we hebben hem niet gewonnen. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde van 2 seizoenen geleden. Dus wat we moeten aandacht aan besteden is efficiëntie voor het doel. Van onze kant uit dan. Maar ook tegendoelpunt proberen te vermijden. Nee, heel kort in organisatie spelen. Iedereen die zijn taken moet uitvoeren. En beseffen dat derde is en niet vierde. Dank voor het kijken. En graag tot een volgende KFCI TV.